nieuwe speelvoorziening bij de Hoornse Plas is vandaag feestelijk geopend. Het splinternieuwe speeltoestel draagt de naam de Galaxy. Het toestel is de grootste in zijn soort binnen Europa. Wethouder Jannie Visser gaf het staatszijn. Een hele feestelijke dag, want de Hoornse Plas, hier vlak bij de stad Groningen, daar kun je een vakantiegevoel hebben, terwijl je helemaal niet op vakantie bent. Je kunt hier zwemmen met mooi weer, je kunt hier wandelen en fietsen en we hebben nu prachtige nieuwe speeltoestellen. Op de plek van de nieuwe speeltoestellen stond eerder de Palenberg. Die is in 2006 gesloopt tot grote spijt van vele stadjes. Ja, misschien weten veel mensen nog dat hier vroeger de Palenberg was. Heel veel stadjes hebben hier gespeeld op de Palenberg. En nu is daarvoor iets in de plaats gekomen. Het heet de Galaxy. Het is een soort melkwegstelsel waar je in kunt klimmen. In het water en hier op het gras hierachter. Behalve nieuwe speeltoestellen heeft de omgeving van de Hoornse Plas ook een nieuwe kiosk gekregen, is het strandje aan de zuidzijde vergroot en is er een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd. Aan het einde van de zomer wordt de Wandeldam ook toegankelijk voor fietsers. De verbeteringen in het gebied moeten ervoor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt voor stadjes om te gaan recreëren bij de Hoornse Plas. Op een warme dag dan zijn hier ook duizenden en duizenden mensen. En we willen graag dat mensen zich vlak bij huis ook prettig kunnen voelen, vakantie kunnen vieren, kunnen spelen en genieten van de buitenlucht.